Overal in de parken, op de velden en in de speeltuinen is het stil door de coronacrisis. Ondanks het mooie weer zijn ook in streekpark Kienhoef in Sint-Oederode de bezoekers op de vingers van één hand te tellen. Maar op de kinderboerderij in het park heerst juist veel bedrijvigheid. Hier wordt flink verbouwd. We zijn op dit moment hard bezig met nieuwe ontwikkelingen van park Kienhoef, kinderboerderij de Kienhoef. Een van de projecten die we hier aan het realiseren zijn, is dat we een waterverbinding maken tussen de twee vijvers die hier liggen. Dat is ook achter mij te zien. En daarbij is het dadelijk mogelijk dat de roeibootjes, zoals die voor de helden van Kienhoef bij een vlonder liggen, dadelijk ook op de andere vijver kunnen komen. En bij de kinderboerderij hebben we een nieuwe vlonder gemaakt, waarbij de gasten dan uit kunnen stappen en een belevenis op de kinderboerderij kunnen ervaren. De gasten die in het park zijn, die kunnen dadelijk ook vanuit deze zijde het dierenparkje opwandelen en kunnen ook door de dierenweide heen wandelen. Dat is ook een groot verschil ten opzichte van het verleden. Met als doelstelling dat we dadelijk ook met de kinderboerderij dagelijks open zijn. Naast het park wordt ook de kinderboerderij zelf aangepakt. Wat een enorme eyecatcher wordt op de kinderboerderij, dat is de realisatie van een oude Brabantse dwarsdeelschuur waar nu aan gewerkt wordt. Dat is een schuur uit 1775. Die komt oorspronkelijk uit Sint-Antonis. En die is daar professioneel afgebroken en die wordt nu hier weer opgebouwd, herplaatst, volledig in de oude stijl zoals die ook in 1775 is gebouwd. Dat het nu zo rustig is in het park heeft ook voordelen. Zo kunnen de bouwvakkers ongestoord hun werk doen zonder afgeleid te worden door het publiek. We hebben minder bezoekers, dus we kunnen rustiger werken. We hebben met minder rekening te houden van mensen die op het parkje komen. Wat wel een groot nadeel is dat we normaal gesproken de hele verbouwing ook wordt gedaan met ondersteuning van alle vrijwilligers. En sinds de maatregelen zijn aangescherpt, ook gevraagd hebben aan de vrijwilligers om thuis te blijven of niet meer als strikt noodzakelijk te doen, zoals het verzorgen van de dieren. Ondanks de coronacrisis gaat de Kienhoef ervan uit dat de werkzaamheden op de geplande tijd zijn afgerond. Klaar is het misschien wel nooit, want in een park, in een kinderboerderij met vrijwilligers, dan ben je eigenlijk altijd wel bezig met de volgende stap. Maar de hoofdzaak van alles wat we nu aan het doen zijn, dus de structuur, de inrichting, de afrastering en de basis van de schuur, die hopen we volledig gerealiseerd te hebben in de loop van mei, eind mei.